Maar ik vond het woordje shit, denk ik. Ik vind het leuk! Ja! Hey! Oké. Op de AVP hebben we geen vakken, maar werken we in eigen projecten die je helemaal zelf kan invullen. Dus wat je ambitie ook is, op de AVP kan je het uitvoeren. Mag ik op een muurtje zitten? Dan gaan we even een muurtje doormidden. En... actie. Dan ben ik helemaal kwijt. Oh, we zijn hier. En... actie. Het grote voordeel van de AVP vind ik dat er zowel vormgevers als muzikanten, mensen die evenementen organiseren, videomakers zijn, opzitten. We zitten met één opleiding op één school, waardoor je een kleine community krijgt. Oké. Ik vind het heel erg tof dat doordat je nu al bezig bent met je eigen projecten, dat je nu al bezig bent met de dingen die je later gaat doen in het werkveld. Kut. Te veel Ja. Kut. Nee? Ja, is kut? Nee, hij ging nog door. Ging nog door. Ja, fucking kut kijken. Maar... nooit meer toetsen. Zeg super. Denk, chill. Ik heb een keer gewerkt met Roger, onze videoleraar, op het bevrijdingsfestival. Dus het kan zomaar een keer voorkomen dat je met een leraar gewoon in het werkveld aan het werk bent. Ook de docenten bij ons op school zijn kunstenaars. Zo krijg je les van een DJ en SLB van een rapper. Dat is SLB. Niemand weet wat SLB is. Jawel, iedereen weet wat SLB is. Als je geluk hebt, zijn er soms gastcolleges. Maar als ze er zijn, dan zijn ze wel super tof. En dan zijn het docenten, mensen die op de grootste festival staan. Die schrijven voor de grootste Nederlandse artiesten, et cetera. Ben ik te cynisch? Of? Kraantje Papi zat bij ons op school. Ja, je kunt echt met de meest lijpe shit afstuderen. Zo hebben er mensen snackjes gemaakt. We zitten met één opleiding in één school, waardoor je een kleine leercommunity krijgt, waarbij je met elkaar van elkaar leert. Met allemaal, bijna allemaal leuke mensen. Goed.